En terwijl het WK is gestart, heeft NEC de zomerstop, maar er is genoeg werk in de winkel om een nieuwe ploeg op te zetten. Dat er een grote schoonmaak in de ploeg komt, heeft NEC niet onder stoelen of banken gestoken, want zo neemt de club wederom afscheid en vindt alweer de 9e exit plaats. Janiel Bikel zal de club verlaten in 3 seizoenen dienst en zet zijn carrière voort bij CSKA Sofia. Ja, is er dan alleen maar leegloop? Nee hoor, want zo verraste NEC afgelopen week enigszins door een ervaren keeper aan te binden. Gino Coutinho heeft een handtekening gezet onder een 2-jarig contract. Met Coutinho heeft NEC in ieder geval de eerste spelerstransfers rond, waarvan er ongetwijfeld nog meer zullen volgen. En er is nog meer NEC nieuws, want er zit wellicht een financiële meevaller aan te komen voor de Nijmegenaren. Oudspelers als Limbombe, Sillesse en Jahanbak staan op het punt een transfer te maken. Het trio heeft al een doorverkooppercentage in het contract staan, waardoor NEC recht heeft op een gedeelte van de transferbedragen. En dat zijn niet de minste bedragen. Zo kan het zomaar eens zijn dat bijvoorbeeld Jahanbak alleen al naar schatting 25 miljoen euro gaat opleveren. Vanuit Nijmegen zal de situatie in ieder geval nauwlettend in de gaten worden gehouden. Nog een maand en dan gaat de 102e keer alweer plaatsvinden van de Nijmeegse Vierdaagse. De wereldberoemde Mars zorgt er dan even voor dat Nijmegen een wereldstad is. RS7 zal die week met verslaggevers en kamerploegen de gehele week live uitzenden. En het is te volgen uiteraard via het radiokanaal of op het tv-kanaal van RS7. Dit was het voor nu voor de sportupdate die ook de zomerstop ingaat. Blijf vooral op de hoogte van al het nieuws uit de regio op onze website www.rs7.nl of volg ons via onze social media kanalen Facebook, Twitter of Instagram. Bedankt voor het kijken en heel graag tot na de zomer. Dank.